Hallo boogschutter, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd zien krijgen. Mocht het niet met je resoneren, gooi het gewoon weg. Klik even verder, want er zijn fantastische readers op YouTube. En mocht het wel bevallen, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag via de reacties. Mocht je een personal reading willen, dan kan dat via lartistic6924@gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld, vuurteken, boogschutter. Negende teken van de dierenriem. En de planeet van boogschutter is Jupiter. En we gaan even kijken wat er op dit moment aan de hand is met de energieën van boogschutter. Wat is belangrijk voor jou en je soulmate boogschutter? Wat is belangrijk voor de energieën op dit moment? Oké, universum, ik had graag de beste kaarten voor sterrenbeeld boogschutter op dit moment. De eerste kaart is de Three of Cups, waterenergie, vissen, schorpioen en kreeft. De drie van Cups is een reunie. Een reunie, een samenkomst van gelijkgestemden. Dan hebben we het vertrek. De zes van zwaarden, luchtenergie, waterman, tweeling of weegschaal. En de derde kaart is de vier van zwaarden, ook luchtenergie. Ik heb het idee dat er ooit een connectie was met iemand boogschutter waar je heel erg tot aangetrokken voelde. Dat hoeft niet zo te zijn dat het om een partner ging of een liefde. Het kan ook een collega zijn, iemand waar je een sterke emotionele band mee had, dacht te hebben. Want ik zie hier namelijk dat jij of diegene zich erg heeft teruggetrokken. Er is afstand, jij bent weggegaan of de ander is weggegaan. Ik zie hier ook iemand die tijd nodig heeft om te healen. En misschien heb je wel met een luchtteken te maken of lucht half water. En de zes van zwaarden is eigenlijk de vertrekkaart, wat ik al zei. Er is iemand bij jou vertrokken. Er is iemand vertrokken. Het kan ook zijn dat iemand wel in je omgeving is, maar heel erg afstandelijk is. Nou is luchtenergie altijd afstandelijk. De weegschaal, de waterman, de tweeling zijn zeer koele tekens. En je bent zelf natuurlijk een vuurteken. Dus jij barst van het vuur en het enthousiasme. En de boogschutter geeft ook altijd alles van zichzelf. He, houdt niks achter, is heel erg met alles aanwezig, zal ik maar zeggen. Terwijl luchttekens zijn vaak wat koeler, afstandelijker, meer met de mind. En vuur is meer met het hart, is meer passie. En daar zit zie ik een afstand, er is een afstand. Ik heb het idee dat er wel gecommuniceerd is geweest in het verleden. We gaan even verder. Ja, de lovers omgekeerd. Twin flame energie. Een grote afstand tussen jullie op dit moment. Ja. De ridder van zwaarden, weer zwaarden. Kan ook zijn dat je met een tweeling te maken hebt. En het aas van zwaarden. Het aas is een nieuw begin. Een nieuw begin in helderheid en duidelijkheid. Dit is de hand van God die jou dit zwaard aanbiedt om een nieuw begin te maken. En ook om helderheid en duidelijkheid te verkrijgen. Maar vooral communicatie en beslissingen nemen. Er komt een kans voor jou, boogschutter, om helderheid in deze situatie te krijgen. Die je hebt met iemand waar je toch wel een emotionele sterke band mee hebt, maar waar veel afstand is op dit moment. En wat ik al dacht, ik heb het idee dat je met een luchtteken te maken hebt, want ik zie alleen maar zwaarden. Het kan zelfs om een tweeling gaan, want de kaart van de tweelingen ligt hier. Ik zie ook, omdat deze zwaarden omgekeerd liggen, de communicatie is niet goed. De communicatie is verwarrend.
Het is confused, het is niet helder in ieder geval. En dat kan ermee te maken hebben dat iemand zich emotioneel van jou terugtrekt. Iemand laat jou tot op zekere hoogte toe, maar dan ook niet helemaal. En dat frustreert jou misschien, omdat jij zelf natuurlijk iemand bent die alles geeft vanuit het hart. Je bent enthousiast, je bent warmbloedig, je bent belangstellend. Je hebt misschien veel gesprekken gehad met deze persoon, maar toch blijft er die afstand. En misschien heb je wel genoeg van deze afstand, waardoor er nu dus echt een grote afstand is. Misschien ook wel letterlijk. Misschien woont iemand in een ander werelddeel of ben jij voor je werk veel weg, maar er is letterlijk afstand. En dat komt omdat er ondanks alle communicatie geen dichtere, dat je niet dichter bij elkaar komt. Je komt niet dichter bij elkaar ondanks de communicatie die er geweest is. Het kan ook zijn dat er een... Er worden ook geen keuzes gemaakt, heb ik het idee. Misschien blijft het allemaal een beetje tussen jou en deze persoon een beetje wishy-washy. Een beetje, ja, ondefinieerbaar. Dus dat je, we hebben wel een band met elkaar, maar die band heeft geen naam. Die band is eigenlijk niet BZN, niet band zonder naam, maar band zonder naam. Je hebt gewoon een band zonder naam met deze persoon. En misschien wel voel je wel heel veel voor elkaar. Want ik denk wel dat deze persoon ook wel gevoelens voor jou heeft. Warme gevoelens. Maar deze persoon behoudt de afstand. En dat kan te maken hebben met deze persoon zijn eigen verleden. Verlatingsangst en dergelijke. Dat hoeft helemaal niks met jou te maken te hebben. Maar het kan wel invloed hebben op jullie relatie. Dat deze persoon zegt, oké, boogschutter, tot hier en niet verder gaan wij met elkaar. We houden gepaste afstand en we noemen het BZN, band zonder naam. Dus die ondefinieerbaarheid, die speelt wel een rol. En misschien heb je wel... Kijk, jij bent als boogschutter kun je heel goed alleen zijn. Je bent ook een spiritueel teken. Je bent clever. Je bent ondernemend. En als jij je geeft, dan geef je je helemaal. Als dat niet beantwoord wordt, als het maar half beantwoord wordt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, het blijft allemaal wazig. Het blijft... Ondanks dat jij goed alleen kunt zijn, zoek je ook iemand met wie je spiritueel op één lijn zit. Iemand met wie je kunt connecten. En je vindt het heel moeilijk om dat te vinden misschien. Want je dacht misschien wel dat deze persoon wel in de buurt kwam. Maar door de afstandelijkheid en de onbenaderbaarheid, zal ik maar zeggen, van deze connectie... Ja, heb ik het idee dat deze persoon zich terugtrekt of dat jij je hebt teruggetrokken. Waardoor er nu dus nog een grotere afstand is ontstaan. Want ik heb het idee dat het misschien ook zo is dat jullie elkaar niet helemaal begrijpen. Lucht, wat ik al zei, is anders dan vuur. Het kan ook water zijn. Hè? Water is ook gevoel. Maar water blust het vuur. Dus te veel water, te veel gevoeligheid, emotie, diepgang, tranen, dooft de passie, het vuur. Jij bent vuurboogschutter. En ik zie hier duidelijk een luchtteken, een weegschaal, tweeling of waterman. En vuur... Of lucht zorgt ervoor dat het vuur groter wordt, aanwakkert. Dus normaal gesproken kun je goed met een luchtteken overweg. Maar als de communicatie niet goed verloopt, omdat
je allebei niet zegt wat je werkelijk bedoelt, dan krijg je een soort ondefinieerbare draai om elkaar heen concept. En dat zorgt voor confusion. Dat zorgt voor onduidelijkheid, voor... Het kan ook zorgen dat het vuur blust. Ja, want ik zie hier wel... Home is where your heart is. Dit zijn staven, maar die liggen omgekeerd. Dus er is iets wat je mist in het thuisfront. Mist in je huidige omgeving. Mist in jouw connecties. En dat komt omdat normaal gesproken... voel je je hier ook thuis, in dit kasteel. Misschien woon je wel in een kasteel, boogschutter. Maar je voelt je daar thuis. Maar omgekeerd betekent het, ik mis iets. Is iets wat ik mis. Misschien is dat ook wel duidelijkheid. Kijk hier, de King of Cups onderaan wil zeggen, iemand draagt jou een heel warm hart toe, boogschutter. Heeft echt wel een hele diepe connectie met jou, maar het is unspoken love. Dus dat betekent, deze persoon houdt zijn gevoelens voor zich. Deze persoon heeft echt wel gevoelens voor jou, maar die houdt hij onder een soort van masker. En daarom is er ook geen leap of faith gokje. Daarom is er ook geen toenadering. En daarom is the Wheel of Fortune op dit moment nog omgekeerd. Want de Wheel of Fortune moet eigenlijk rechtop staan, zodat de energie weer kan flowen. En dat is nu niet het geval. Maar er is wel liefde. Er is absoluut liefde van deze persoon naar jou. Alleen, het is unspoken love. Het kan ook zijn dat je met een sterk, empathisch, spiritueel iemand te maken hebt, die niet zo snel het hart op de tong heeft zoals jij, boogschutter. Jij bent natuurlijk meteen enthousiast en kom maar binnen en dit en dat. En deze persoon is van nature wat meer timide, wat terughoudend. En dat kan ook voor een soort verwarring zorgen bij jou. Dat je denkt, ja, deze persoon geeft niks om mij, maar dat is niet zo. Maar ik zie vooral de zwaarde, de helderheid en duidelijkheid die er ontbreekt. En ook, er moet een beslissing gemaakt worden. Uiteindelijk zul je moeten gaan kiezen, boogschutter. Wat wil ik? Wil ik het zo houden? Wil ik deze afstand houden? Of gaan we dat omdraaien? En de lovers betekent ook een keuze maken. Een keuze maken voor een nieuw begin. Een nieuw begin, een eerste aanzet daartoe. Contact zoeken en dan de hand van God die jou dit nieuwe begin aanbiedt. Een nieuw begin in helderheid en duidelijkheid. Misschien ken je de film De Ridders van de Ronde Tafel. En deze ridders hebben ook allemaal zo'n zwaard. En dat is ook trouw aan elkaar, maar dat is ook geen geheimen hebben voor elkaar. Dat is ook communiceren vanuit van mens tot mens met eerlijkheid en duidelijkheid. Op dit moment is het helaas zo, boogschutter. Is er meer onduidelijkheid en afstand. En het is voor jou uiteindelijk de keuze van, wat ga ik doen? Blijf ik weg? Want ik zie dat er afstand is, dus blijf ik weg? Of ga ik toch weer toenadering zoeken? That's the question. That's the question, boogschutter. Maar ik beloof je wel, als je dat zult doen, en het komt vanuit een eerlijke communicatie, dat er voor jou een nieuw begin plaats zal vinden, in helderheid en duidelijkheid, dat home is where your heart is, weer op de juiste plek terugkomt. Het wordt weer een home. En je hart zit er dan weer in. En het rad van fortuin gaat voor jou weer draaien. En dat heeft alles te maken met open en eerlijke communicatie. Want je kunt van alles tegen mij zeggen, boogschutter. Maar deze persoon draagt jou een warm hart toe. Alleen het is unspoken love. Het is meer een telepathische. Het is een energetisch gevoel. Deze persoon communiceert anders misschien dan jij. Dus je bent een beetje op andere golflengtes.
Maar uiteindelijk bedoelen we allemaal hetzelfde. Dus boogschutter, nu is er nog afstand en jij mag nog even gaan nadenken of je die afstand wil behouden of dat je toch een keuze gaat maken. Een keuze voor eerlijkheid, helderheid en duidelijkheid. Maar dan moet wel de onderste steen boven. Want het zwaard van de waarheid is die kat door alle bullshit heen. Dus dat betekent helemaal point blank, helemaal open en eerlijk communiceren. Maar je hebt nog even de tijd om daarover na te denken. Nou, boogschutter, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!